Goedendag, ik ben Chris Leinders. Ik ben het hoofd van de opleidingen bouw aan de PXL Hogeschool in Hasselt. En dit infofilmpje gaat wat meer informatie geven over de professionele bachelor bouw. De professionele bachelor bouw is een praktische opleiding die een modeltraject 3 jaren duurt. De mensen die bij ons uitstromen naar het werkveld zijn zeer breed inzetbaar. Onze mensen komen terecht als werfleider of projectleider, maar ook als BIM-manager, tekenaar, calculator, aankoper of werkvoorbereider. Binnen de hele bouwsector kunnen ze in alle gebieden aan de slag. Binnen onze opleiding bieden wij 2 keuzetrajecten aan. Infrastructuur, dat wil zeggen alles gaande van wegen, bruggen, tunnels, maar ook waterwerken zoals sluizen bijvoorbeeld en rioleringswerken, tot en met gebouwen. En onder gebouwen verstaan we woningbouw, maar ook industriebouw, utiliteitsbouw, ziekenhuizen, scholen, etc. De keuze voor infrastructuur of gebouwen hoef je uiteraard niet meteen te maken. Deze keuze dien je te maken op het einde van het 2e jaar. En in het 3e jaar ga je dan verdiepen en specialiseren in oftewel gebouwen of infrastructuur. De eerste 2 jaren lopen deze volledig gelijk en krijg je zowel lessen en projectwerkingen rond infrastructuur als over gebouwen. Waarom kiezen voor de bachelorbouw aan de PXL Hogeschool? Een eerste zaak waar wij heel hard op inzetten aan de PXL Hogeschool is authentiek onderwijs. Authentiek onderwijs wil zeggen dat je onderwijs heel nauw verweven is met het werkveld. En om dit te bekomen, ga je dat op alle niveaus en op alle gebieden in je opleiding moeten inbedden. Een eerste voorbeeld hiervan is onze unieke projectwerking. Deze projectwerking is de kern van onze opleiding. Bij deze projectwerken gaan de bouwcoaches, het zijn dus mensen uit het werkveld, verschillende real-life cases meebrengen naar het klaslokaal. En op basis van deze real-life cases gaan wij onze studenten confronteren met real-life problems. En op die manier gaan onze studenten voorbereid worden op hetgeen wat hen later te wachten staat. Om aan te geven hoe belangrijk deze projectwerking voor ons is, heb ik eventjes het curriculum er terug bij genomen. Je ziet groen aangeduid de verschillende projecten over de verschillende semesters heen. Je ziet ook dat semester na semester het gewicht en het belang van de projectwerking toeneemt. Naast onze projectwerking zetten wij ook in op stages en werkbezoeken. Deze stages vallen in het 2e jaar en het 3e jaar. In het 3e jaar, het laatste semester, heb je een stage van 40 dagen, gekoppeld aan je bachelorproef. En in het 2e jaar voorzien wij ook nog eens bijkomend 2 keer 2 weken fulltime stage. Op die manier kunnen onze studenten effectief feeling krijgen met de sector. Daarnaast organiseren wij minstens 4 verbezoeken per semester, maar dit kan nog oplopen tot meer. Onze opleiding is de opleiding die gevormd wordt in het werkveld en door het werkveld. Nagenoeg al onze lectoren zijn nog steeds verbonden met het werkveld of met onze onderzoekscel en kunnen op die manier hun expertise en ervaringen naar de klaslokalen brengen. Daarnaast hebben we ook zeer uitgebreide partnerships. We werken samen met aannemers, tekenbureaus, etc. En hebben ook een heel nauwe relatie met de Confederatie Bouw Limburg. Een mooi voorbeeld hiervan is het excellentieprogramma dat wij samen met hen hebben opgestart. Het excellentieprogramma selecteert de beste studenten en laat ze een half jaar meedraaien in de bouwsector. Op het einde selecteert een jury de beste student die dan de winnaar wordt van het excellentieprogramma. Een ander facet van onze hogeschool, dat heel erg door onze junior-collega's wordt geapprecieerd, is de omkadering die we bieden. Bij ons zijn de studenten niet gewoon nummers op een studentenkaart, maar zijn ze effectief mensen met een naam en een eigen verhaal. Dit begint met het feit dat onze lectoren heel erg toegankelijk zijn en dat je deze vlot kan aanspreken. Via onze Student Points hebben wij ook een uitgebreide studentenondersteuning. Hier kan je eventjes terecht als je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarnaast voorzien we ook persoonlijke trajectbegeleiding. We gaan samen met jou kijken welk traject het beste is voor je studieloopbaan aan de PXL. Tot slot zetten wij ook sterk in op een vlotte heroriëntatie en schakelen. Wanneer je start in de opleiding is het natuurlijk moeilijk in te schatten of je meteen al op je juiste plek zit. En daarnaast kan het zijn dat je, wanneer een opleiding gedaan is, je toch behoefte hebt om je toch nog verder academisch te verdiepen, en ook dan kun je bij ons terecht.
Wanneer je bij ons begint aan een professionele bachelor bouw en je merkt dat het toch niet je ding is en dat het misschien te theoretisch is, dan kan je vlot schakelen naar het graduaat bouwkundig tekenen en het graduaat werforganisatie. Dit kan al meteen, na een week of twee, drie, of dat kan bijvoorbeeld na de examens van kerstmis of bijvoorbeeld na de examens van september. Dat is geen probleem. Eigenlijk op elk moment kan je beslissen, oké, dit is toch niet mijn ding, ik ga omschakelen. In functie van de vakken die je geslaagd bent in de professionele bachelorbouw, kunnen we kijken welke vrijstelling je hebt in het graduaat. Identiek is het ook mogelijk om vanuit industrieel ingenieur of de master architectuur te schakelen naar de professionele bachelorbouw. Je maakt een afspraak met onze trekbegeleiding en we gaan samen met jou kijken welke vakken en welk traject het beste voor jou is. Wanneer je het graduaat bouwkundig tekenen of het graduaat werforganisatie succesvol hebt afgerond, kan je schakelen naar een professionele bachelorbouw. Daarnaast kan je wanneer je de professionele bachelorbouw hebt afgerond, ook vlot schakelen naar het master industrieel ingenieur of een master architectuur. We hebben een heel goede samenwerking met de mensen van de U Hasselt en bijgevolg zijn deze trajecten heel goed uitgewerkt. Vanuit de PXL zetten we ook heel erg hard in op innovatie en multidisciplinariteit. Het is heel belangrijk dat onze studenten mee zijn met de laatste nieuwe tendensen in de sector. Ik ga een aantal voorbeelden aanhalen waar wij inzetten op innovatie en multidisciplinariteit. Een eerste voorbeeld is BIM. BIM is Building Information Model en dit is een 3D-model waarin informatie wordt opgeslagen over het gebouw. Alle grote bouwbedrijven en grote architectenbureaus werken momenteel al met dit systeem en dit zal in de toekomst meer en meer doordringd worden in de sector. Daarnaast hebben we ook een heel grote ervaring en expertise opgebouwd op Lean. Lean is een planningstechniek die overgewaaid is vanuit de automotive sector en nu succesvol wordt toegepast door de grote bouwbedrijven. De bouwsector is een van de kernsectoren om onze maatschappij naar een duurzame maatschappij te brengen. Het is ook belangrijk dat we dit facet opnemen in onze opleiding. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in het projectgebouw 3 in het tweede jaar, wat draait rond renovatie. Tot slot is het ook belangrijk dat onze studenten leren om eens over het muurtje te kijken, om eens out of the box te denken en een andere blik op zaken te werpen. Daarom zetten wij heel hard in op samenwerking met andere opleidingen binnen de PXL. Een mooi voorbeeld hiervan is het project ondernemen. Project ondernemen is een project dat loopt over het volledige tweede jaar. Dit is een samenwerking van studenten bouw en studenten elektromechanica. En dit met de begeleiding van lectoren van onder andere het departement business. De studenten gaan zelf een start-up opstarten met een product. En dit geeft ons wel eens verrassende resultaten die zelfs het nieuws komen. De professionele bachelorbouw aan de Hogeschool PXL is dé authentieke bouwrichting in Vlaanderen. Wij zijn de bouwrichting die gevormd is door het werkveld, in het werkveld en met het werkveld. Wanneer ik laatst een directeur van een bouwbedrijf aansprak en hem vroeg wat zijn gevoel is en wat zijn denken is van het niveau van onze studenten die afstuderen, zei hij tegen mij dat de studenten van de PXL afstuderen met 3 jaar ervaring. Het zal u ook weinig verbazen dat al mijn laatstejaarsstudenten al aanbiedingen krijgen van bouwfirma's om bij hun te starten, nog voordat ze hun eigenlijke diploma behaald hebben. Indien je meer info wenst te hebben of band met onze richting, kan je mij steeds contacteren of verder kijken naar de andere filmpjes op onze site.